Hallo! Simon is een beetje moe, um, dus ik ben hier met Simon en uh, hoe lang kennen wij elkaar, Simon? Uh, sinds januari. Sinds januari, je moet wel goed luid spreken. Anders... Sinds, sinds januari. Uh, pardon? Sinds januari. Sinds januari, oké, okay, ja. goed. En um, ja, de mama van Simon had gevraagd, oh, catastrofe met Simon. Wat was ja. de catastrofe? Ik had geen uh, punten. Luider! Ik had, had super slechte punten. Op en school? Op school, ja. Ik, had, ik moest uh, eigenlijk om mijn jaar door te zijn, moest ik 8 uur minder dan 8 uur buis hebben. Dus bijvoorbeeld als ik 4 uur per week wiskunde heb en dat ik wiskunde buis, is dat 4 uur buis. En ik had zoiets in de 20 uur gebuist <laughs> of zo. 20 uur gebuist voor Simon. Gebuist is dus niet geslaagd voor het examen. Oké. Okay. Ja. Dus, catastrofe. Uh, en dan? Ja, en dan. Uh, hebben wij een beetje samengewerkt. Uh, Simon helpt mij en ik help Simon. En uh, we hebben dat gedaan tot juni. Ja, maar to, tot de examens. Tot de examens. En wat was het resultaat? Uh, ja, goed. Ik heb mijn jaar doorgehad. Dus. Allee, eigenlijk bij januari, in januari hebben de leerkrachten tegen mijn ouders gezegd dat ik moest veranderen van school naar TSO gaan. Hij moest naar TSO? TSO is technisch. En, hè? en ze zeiden dat dat onmogelijk was, denk ik, ofzo, dat ik mijn jaar door had. Het en, was uh, onmogelijk voor Simon om, zijn jaar te, om voor zijn jaar te slagen. Maar wij hebben samengewerkt en hoeveel procent uh, ben je gestegen? Ik heel weet veel, niet exact, maar ik had niet meer zoveel buis, maar bij veel vakken had ik toch nog buizen, maar ze zagen mijn uh, deliberaties, ze zagen dat ik uh, een uh, verbetering, evo een, evo ja, een, een evolutie, evolutie had gehad en dat mijn gedrag ook in de klas beter was. Ja, want Simon babbelde altijd in de klas met zijn vrienden en Simon kan niet goed stilzitten hè Simon, maar nu wel. Ja, nu kan nee, je wel stilzitten, zitten. Ik mijn heb mijn een... Ah, oké, okay, goed. Dus nu, Simon kan zich concentreren. En Simon, ik weet dat, is 20 tot 30 procent omhoog gegaan sinds... Ja. Ja! Wauw! Fantastisch! Sinds januari. Dus Simon um, heeft heel veel uh, verbetering gemaakt. En dus... Mag je op school blijven? Ja. Ja, Simon mag blijven op dezelfde school in Brussel, in het centrum van Brussel. Ja. Uh, gaan wij samenwerken in september? Of, uh... Ja nog steeds, want het derde is een moeilijk jaar. Wat is dus dat? Ja, we... Simon gaat naar het derde, is een moeilijk jaar, maar Simon helpt mij en ik help Simon. Dank je wel voor deze video, Simon. Geen probleem. Tot Sorry. volgende keer. Ja, Tot de volgende keer. Dag.